Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. De regen van gisteren trok in de nacht weg. Daarna werd het wat nevelig hier en daar. En zo starten we ook plaatselijk de ochtend nog. Maar die nevel lost wel snel op. En dan gaat de zon van tijd tot tijd schijnen. Eerst vrij uitbundig. In de loop van de ochtend tot staan wat stapelwolken. Temperatuur in de ochtend zo'n 16 of 17 graden. Vanmiddag komt daar uiteraard wat bij. 21 tot 23 graden wordt het. De stapelwolken worden wat groter in het binnenland. Heel lokaal kan een bui vallen. Maar op de meeste plaatsen is het droog en de wind stelt heel weinig voor. Vanavond is het droog met wat meer opklaringen en 17 tot 21 graden, maar later in de avond gaat de temperatuur wel verder omlaag. Dan starten we morgen met het meest droog weer. We hebben te maken met zon, we hebben te maken met wolkenvelden en wat stapelwolken in de loop van de dag. De kans op een bui is nog wat kleiner dan vandaag. En het wordt 18 tot 23 graden. Er staat iets meer wind uit het zuidwesten. Zondag dan beginnen we met wat wolken die wegtrekken, na wat regen in de nacht. Daarna is het meest droog, 17 tot 20 graden en een matige westenwind. Geen onaardig weekend, maar ook geen topzomer. Een topzomer komt er ook nog niet, want na het weekend is er weer kans op een bui. Het blijft wel 20 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.